Zijn we samen? Ja. Mijn benen niet geschoren. Before. Oh, toen ben ik tegen huis aangereden met de kermis. Hallo, welkom in deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, Maarten is naar zijn werk, Nicky is op school, Lea gaat verven. Ik had deze laatst gekocht bij de Action. En daar heeft ze nu al een hele tijd lol van. Ik vind het mooi. Ja, hè. En ik heb mijn eerste idiote actie al erop zitten. Ik ben met Lea bij de Lidl geweest. Sta bij de kassa. Kijk in mijn beurs. Pinpas weg. Mevrouw, ik heb geen pinpas. Dus ik die kar kunnen laten staan. Ik dacht dat Maarten mijn pinpas had, omdat die van hem kapot is. En Maarten zat examen te doen, VCA, veiligheid. Dus ik kon hem niet storen. Ik naar Def toe. Bij Def de pinpas gehaald, afgerekend. Weer terug naar Def. Onderweg met Maarten gebeld, toen was hij al klaar. Hij is geslaagd trouwens. En Maarten zegt, ik heb jouw pinpas niet. Maar nu bedenk ik, of toen bedacht ik... Ik heb een nieuwe plek voor mijn pinpas. Een hele goede plek. Dus ik... had hem gewoon bij me en zo. Mama, kijk! Wow, heel veel kleuren. Ja. Mooi. Lijkt wel een regenboog. Dus de pizza die ik kocht... Die is waarschijnlijk al ontdooid, maar goed, ik heb hem vooralsnog gewoon in de diepvries gegooid. Ik ga nu even de boodschapjes verder uitruimen. Dit is de was van de Airbnb gasten. En nou ja, ik ga wat huishoudelijke dingetjes doen vandaag. Zou het erg zijn om een vlogcamera in de koelkast te zetten? Ik probeer nu trouwens wat meer op de kleintjes te letten. En normaal zijn mijn wekelijkse boodschappen rond tussen de... 60 en de 110 euro afhankelijk van of we nog gasten krijgen of wat dan ook. En ik heb vandaag 55 euro betaald. En ook nog biologische producten gehaald. Niet alles, maar gedeeltelijk. Dus, maar ik ben wel benieuwd hoe lang we daarmee deze week doorkomen. Ja, het slaat misschien nergens op. Maar ja, je moet toch ergens beginnen. En als je een doel voor ogen hebt waarvoor je wil sparen, dan... heb je ook heel veel motivatie, moet ik zeggen. Ik heb geen idee hoe de akoestiek is hier in de koelkast. Zo lief, de gasten die afgelopen weekend in ons huis waren, hebben cadeautjes voor de kids hier gelaten. En dat zijn wat knutseldingetjes. Dus die ga ik bewaren voor volgend weekend of voor aanstaand weekend. Dan komen weer nieuwe gasten in onze Airbnb. En wij zijn van plan met de caravan naar Luxemburg te gaan. Het schijnt daar heel mooie natuur te zijn. Watervallen, bossen, als ik het goed zeg. Alleen het weer schijnt wat tegen te vallen. Dus of we nou echt met de caravan naar Luxemburg gaan of niet, dat... gaat zich deze week nog uitwijzen. Ik heb van Lea van moederdag een heel leuk doosje gekregen. Doosje en dekseltje. En ik heb haar gevraagd om nou uit haar mandje even de speldjes hierin te doen. En de elastiekjes hierin te doen. Dat vind je leuk, hè? Ja. Ja, laat eens gewoon het idee ontstaan om de kids meer in te binden in de huishoudelijke dingetjes, zeg maar. En ik heb vanochtend, was ik bezig met boterhammetjes smeren voor de kit, heb ik Nick gevraagd om een boodschappenlijstje te maken. En dat wil ik jullie even laten zien, als ik hem kan vinden. Kijk, ik had al een aantal dingetjes snel opgeschreven. En hij zei, appels? Ik zeg, ja, prima, schrijf maar appels op. Ik zeg, wil je alsjeblieft zakdoekjes even opschrijven of tekenen? Dit zijn zachte broodjes. Die ben ik vergeten mee te nemen, omdat ik natuurlijk het briefje weer thuis heb laten liggen. Oh my goodness. Dit is een pak sap, appelsap. Dit is kaas, want ik zeg, maak maar wat gaat er erin. En dit was een glas kant-en-klare spaghetti saus voor de dag. Dat moeders weer aan het werk is en papa even snel wat klaarmaakt. Dus ik vind het best creatief bedacht van Nicky. Jongens, echt een weekendje van huis kan echt zoveel doen. Ik heb er allemaal leuke ideeën. En ik heb laatst gehoord, als je ideeën hebt of dromen of plannen, dan is het belangrijk om binnen... 3 dagen, dus binnen 72 uur, daar iets mee te doen. Anders komt er niks van. Dus ik ben in ieder geval aan het bedenken om al die ideeën even op te schrijven. Een van die ideeën is dus een huissale, omdat we ja, reizen voor ons zien. En we hebben op zolder
best nog wel wat leuke spulletjes die we kunnen verkopen. Mijn trouwjurk hangt er nog. Kinderkleding, speelgoed, een babybox enzovoort. LP's, nou ja. Toen was ik aan het denken, hoe leuk zou het zijn als je dan in huis zeg maar ook verschillende dingen aanbiedt. Bijvoorbeeld dat Maarten zo'n hoekje maakt waar die zit en waar die tuinadvies kan geven. En dat misschien de kinderen iets kunnen knutselen, versieren of weet ik het. Ja, het klinkt misschien een beetje lullig. Wat is het, schat? In ieder geval, allemaal leuke ideeën weer. En ja, wie weet wat er van komt. Ik hou jullie op de hoogte. Wil je die aandoen? Ja. Is het? Ja. Mijn auto staat bij de keuring op dit moment. Ik pak even een theezakje. Ik ben even thee voor mezelf aan het zetten. Lea gaat zin in een tosti en dat is ook heel goed. Want dan kan ik het laatste brood wat een klein beetje in het droge kan. Dus lekker gebruiken. Goedemiddag, mevrouw. Ja, ik heb hier centjes. Nee, dat is kopen. Ja. Zie je een zak? Ja. Maar waar is mijn sop? Mijn thee? Hier. Oh. En hier. Sop en mijn thee. Dat is Lego. Lego. Is die voor jongens? Ja, nou ja, ik heb dat niet nodig. De auto is door de keuring, dus ik ga nu met Lea in de buggy al lopend daar naartoe. Het is een half uurtje lopen ongeveer. En dan ga ik mijn autootje erop halen. De zon breekt door. Je mag weer een jaartje mee. Deze dame was in de buggy in slaap gevallen. Nu gaan we langzaam richting Nicky's school. Wie kan dit? Laat het nog maar eens even zien, Nick. Want heel lang te laten zien. Hallo, het is dinsdagochtend. Lea is bij de putterspeelzaal. Ik ben net terug van de diëtist. En in het kader van vitamine D tanken en wat spiertjes opbouwen, ga ik sinds heel lang weer eens buiten rennen. Ik ben benieuwd. Ik heb mijn schoentjes van zolder gehaald. Ik heb nog 20 minuutjes voordat de putterspeelzaal afgelopen is. Dus ik ga snel naar buiten. Ik heb mijn benen niet geschoren. En ik ben niet ingesmeerd. Maar als ik me insmeer, krijg ik die vitamine D die tussen 11 en 3 nodig hebt. Of kan tanken, zeg maar. Niet binnen. En je huid kan wel eventjes blootgesteld worden aan de zon. Want als ik dat nu allemaal ga doen, kan ik helemaal niet gaan rennen. Tot zo. Dan ben ik weer. 10 minuutjes of zo. Ik ben even uitgesloopt. Een beetje cooling down. Tenminste, we hebben iets gedaan vandaag voor mijn conditie en mijn spieren. Even opfrissen. En dan komt Lea. Terwijl Lea lekker slaapt, zit ik daar even buiten te werken. En ik zette net ook op Instagram dat het een nieuwe gewoonte is om water te drinken. Heel veel water. Het is gewoon alle giftstoffen uit je lichaam halen. Ja, volgens mij is dat, merk ik daar ook al verschil, zeg maar, sinds ik dat doe. Dat je dan toch wat helderder bent in je hoofd. En dat je buik iets platter wordt. Hij is nog niet helemaal weg, zie je. Maar normaal heb ik echt zo'n opgeblazen buik. En dat is nu toch wel wat minder. En nu gun ik mezelf een of andere shake. Ik heb hier banaan in. Amandelmelk, rijstmelk. Bevroren aardappel. Bevroren aardappel. Bevroren aardappel. Havermout. Dadel. That's it. Eentje voor mij. En eentje voor Nick. Ik heb zojuist WordPress geïnstalleerd op mijn laptop. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat het mij lukt om een site te maken. Het is weer caravan-tijd, want we gaan vrijdag naar Luxemburg. Nooit geweest, ben benieuwd. Wat ik dus ga doen is de caravan poetsen. Dat was net trouwens de caravan van de oprit aan het afhalen. Dat
ja, moet je even in de rust doen. Maar er kwamen 3 auto's aan, die waren heel ongeduldig. Dus Maarten dacht, oké, ik ga weer even terug. Zet de caravan even weer terug op de oprit. En daarbij heeft hij hem beschadigd. Zowel onze regenpijp als de caravan. En hier zijn de onderdelen van die lamp. En omdat de caravan zo oud is, krijg je die niet overal standaard op voorraad. Dus Maarten is enorm aan balen. Hij houdt echt van netjes en kwaliteit en dingen in de originele staat. Dus ja, hij baalde als een stekker. Maar ik zei ook tegen hem, ik zeg, het heeft geen zin om te balen. Natuurlijk mag je balen, maar je hebt er niks aan. En je kan kijken naar, oké, wat leren we hiervan? En dat is gewoon je niet zo laten opjagen door anderen. In de rust blijven. Hè? Als hij gewoon in de rust die caravan had gemanoeuvreerd, dan... Maar goed. Dus ik hoop dat hij iets nieuws vindt. Ik ga de caravan poetsen. Het ruikt nog steeds een beetje naar de boerderij. Na de boodschappen zijn we hier beland. Kijk eens, wat een mooi dakterras. Ik ben weer thuis. Nick is ook thuis. Hij is met de garage aan het spelen. Hij vraagt of ik mee wil spelen. Dus ik parkeer even waar ik mee bezig was. En dan ga ik even met hem spelen. Lea slaapt. Ik was aan het kijken naar een style voor mijn website. Hier komen dan hele andere foto's in hoor. Maar middels WordPress wil ik eens proberen mijn eigen site te maken. En dan heb ik een one-page site. En ik heb nog 3 waaruit ik wil gaan kiezen. Dus ik parkeer dit gewoon even. Tot een volgend leven of zo. Herkennen jullie dat, moeders? Maar goed. Loslaten. En ik had weer zin in een snack. Dus ik maak even een maiswafeltje. Met rucola en hummus. En ik wil er één met smeerkaas. Eén voor Nick. En één voor mij. En hier staat was die ik nog moet opvouwen. En dit zijn alvast tassen die meegaan in de caravan voor aanstaand weekend als we naar Luxemburg gaan. En hier is wat water voor je auto. Welke kleur wordt die dan? Geel. Oeh, dit gaat snel. Wow. Ik ga de kids naar school brengen. Het is donderdagochtend. En daarna komt de kapper. Ik heb op Instagram afgestemd. De meeste stemmen voor schouderlengte. En niet alleen de puntjes. Dus ik ga dadelijk even overleggen met de kapper. Kids gedropt. Ik ga nu even mijn haren wassen. Kennen jullie dit? Dat jullie dingen op de trap leggen. En altijd als je naar boven gaat, dat je dan weer wat meeneemt. Ik ben er nog steeds niet over uit wat ik ga doen met mijn haren. Oké, guys. Dit is before. Ja, ik hou het even zo. En dan kijk ik binnenkort eventjes of ik dan toch nog tot de schouders ga. Ik ben gisteren gestoken door een mug. Maar ik zie nu dat het weer zo'n dikke bul is geworden. Zien jullie dit? Wil je vertellen waarom we niet naar Luxemburg gaan morgen? Omdat we problemen hebben met de caravan. We hebben problemen met de caravan. Hoe komt dat dan? Omdat jij niet goed meegekeken hebt tijdens het inparkeren. Ja, ik was binnen. Weet ik veel dat je inparkeert. Oké, maar... Ja, dan moet je gewoon aanvoelen. Toen ben ik tegen het huis aangereden met de caravan. En toen heb ik een kapotte bumper. Dus we gaan de bumper vervangen. En de enige plek waar die bumper nog te krijgen is voor de caravan, dat is in Groningen. Dus in plaats van naar het zuiden te rijden, rijden we meer dan 3 uur naar het noorden. Omdat ik niet kan inparkeren. En hij kan echt heel goed inparkeren. Dit gebeurt gewoon nooit. Maar we hebben nu wel. En dat was eigenlijk de reden. Ik heb de ene kant van het huis heb ik een nieuwe regenpijp. En ik wilde eigenlijk aan de andere kant wilde ik ook een nieuwe regenpijp. Dus daarom heb ik hem gewoon met de caravan ervan afgereden. Dus ik heb wel een nieuwe regenpijp nu aan beide kanten van het huis. Dus ik hou wel van eenheid en synchroon. En dat was eigenlijk de reden. Maar is het dan nog zo dat als je de achterbumper kapot maakt van de caravan, dat je dan ook de voorkant van de caravan kapot gaat maken? De caravan heeft geen voorbumper. Maar een voorkant, zei ik. Oké, maar goed. In ieder geval, het plan is om naar Groningen te gaan. Dus we zijn even met de app van Actie aan het zoeken naar een geschikte, leuke camping. Nou, dus de volgende vlog wordt een campingvlog, als het goed is.
You never know. En ja, leuk dat je keek naar deze vlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei doei. Doei.